De 7e editie van de Slingerbeurs, die evenals voorgaande jaren in het atrium van het ROC werd gehouden, leverde dit jaar weer meer op dan het vorige. En wat moet je doen als je in Twente een mooi weer wilt hebben? Heel simpel, dan moet je in Almelo een Slingerbeurs organiseren. Want dit is nou de 7e keer, en het is al de 7e keer dat de mussen dood van het dak vallen van de warmte. Dit jaar hebben we hier meer dan 50 aanbieders op de vloer verzameld. Vorig jaar waren dat 30. Ja, wij zijn natuurlijk heel graag gastheer voor de Slinger, zowel in Hengelo als in Almelo. En wat is nou die relatie met ROC van Twente? Nou, die ligt zo ontzettend voor de hand. We hebben 20.000 studenten die gaan morgen en overmorgen de samenleving vormgeven. Zowel maatschappelijk als economisch. Dus wij zijn Twente. We zitten in de alle haarvaten van Twente. 12.000 leerbedrijven zetten zich in voor onze studenten. Met andere woorden, wij horen zo ontzettend bij elkaar, de samenleving in Twente en het ROC, dat we ook wat voor elkaar moeten betekenen. En dus willen wij heel graag zo'n evenement zoals vandaag faciliteren. Vanmiddag nog, vlak voor die grondslag nog eentje erbij zelfs, waren er 185 matches. Ja, echt super. En die 185 matches die vertegenwoordigen 2046,5 uur aan vrijwilligerswerk. En die matches die zijn waard, vorig jaar 89, hè? 102.265 euro. Heracles en Humanitas onderdak met 81,9% van de stemmen. De slinger naar voren. Pikkels. We wachten even tot de foto klaar is en dan.